eigenlijk veel te weinig uitdragen. Dat wij eigenlijk een van de weinigen die we hebben verkeerd zijn gemaakt. Maar ik denk dat we niet gaan dingen niet altijd goed. Dus als je dan zo meer denkt, wat schiet je dat mee? Ik kan me dat wel voorstellen. Want ik heb mijn kinderen. Ik ben Ivo Buinsters, ik ben stedenbouwkundige bij de gemeente Pijnacker-Noorderop. En ik werk bij de afdeling ontwikkeling. En daar hou ik me bezig met allerlei projecten op ruimtelijk gebied. Dus ontwikkeling van een nieuwbouwwijk, binnenstedelijke herstructureringsprojecten, ontwikkeling van diverse bedrijventerreinen. Ik heb eerst bij een adviesbureau gewerkt. En ik ben er eigenlijk gaandeweg al achter gekomen dat meer werken bij waar het gebeurt, zeg maar, waar de beslissingen worden genomen, waar zaken worden uitgezet, waar je ook dichter bij de samenleving werkt, dat me dat toch wat meer aansprak dan echt gewoon productie draaien en echt dat advieswerk geven. Ik ben Valeria Vrobeskaya, ik werk bij de gemeente Zoetermeer, bij de afdeling VTH, vergunningverlening, toezicht en handhaving. En ik doe vergunningen verlenen, bouwvergunningen. En bouwkunde is mijn achtergrond, dus ik zit nu sinds begin 2011 bij de gemeente Zoetermeer. Een half jaar geleden kreeg ik een e-mailtje van Monique en dan kreeg ik ook een uitnodiging van mijn teamleider om met dat programma mee te doen. Vond ik heel erg leuk en dan leer je natuurlijk jongere mensen kennen en hoe wordt het allemaal ervaren binnen de gemeente. En toen heb ik dat geaccepteerd, tot nu toe geen spijt van gehad. Cursus hebben we over je zelfbeeld heel veel over gesproken. Dus dat was ook een. Toen ik thuis kwam, denk ik van ja, wie ben ik eigenlijk? Zit ik wel op de goede plek? Wat zijn mijn ambities? Dus dat is. Het geeft allemaal heel veel gevoel om na te denken. Van, dus ja, ik weet zeker dat ik morgen thuis kom en denk van ja, wat hebben we allemaal gedaan? En is het allemaal zo? Klopt het allemaal? Dus ik vind het heel erg leuk. Dit programma vind ik heel belangrijk, want ik denk dat een deel van waarom jongeren het idee hebben van ik kom niet tot mijn recht, is dat ze het gevoel hebben dat ze door iets belemmerd worden. En ik denk als je uit die context gehaald wordt en in een groep zit met gelijkgestemden, dat je verstevigd wordt en dat je mogelijk meer ruimte voelt en meer kracht voelt om er eens even tegenin te gaan tegen het bestaande. En dat is natuurlijk af en toe nodig. Ik denk in ieder geval dat Dat een frisse kijk van de jongeren in ieder geval tot nadenken stemt. Je raakt in gesprek over dingen met een andere invalshoek. En welke keuze je dan maakt als organisatie, dat hoeft niet per se de opvatting van de jongeren te zijn. Dat hoeft niet, maar je maakt wel een heel bewust afgewogen keuze. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Zeker bij de trainees die we hebben rondlopen, die worden gewoon goed begeleid. Die kunnen ook aparte scholingstrajecten doen. En dit is een onderdeel van de hele opleiding en training die we ze bieden. En daarnaast werken ze ook gewoon. Ja, het is een hele aantrekkelijke omgeving voor mensen die een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Ook omdat een gemeente over steeds meer dingen gaat. Het Rijk decentraliseert steeds meer taken. Daarmee wordt het in een gemeente steeds complexer en interessanter om te werken. En je ziet dus heel direct het effect van wat je aan het doen bent. Dus ja, een buitengewoon interessante omgeving voor jongeren om een ervaring op te doen.